Met nog een maand te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen is de verkiezingscampagne ook in Westland losgebarsten. Wat direct opvalt als je de gemeente binnenrijdt, zijn de borden van Westland Verstandig. Nou, dat is van knap schrik als je dan Westland zo binnenkomt. Dave van de LPF, die ergert zich een beetje aan uw hoofd. Ik kan het niet voorstellen. De twee partijen verschillen nogal van mening, wel of geen hoofd op de verkiezingsposter. Een partij moet herkenbaar zijn. Nou, in deze periode ben ik dat. Daar hebben we ook echt voor gekozen om dat niet te doen. Niet omdat ik minder mooi ben als meneer Duizens. Maar omdat uit onderzoek gebleken is, hebben we uit laten voeren van de zomer, dat de kiezer zeg maar, het meer waardeert als ze een duidelijke tekst zien dan als ze een hoofd zien. En daarom ook specifiek geen hoofd op de borden van de LPF. Dat is een voordeel bij de volgende verkiezingen, want dan kun je dezelfde borden gebruiken met dezelfde teksten. Nou, mensen weten heel goed wie ik ben. Wij zijn heel herkenbaar. We hebben echt een echt Westlands geluid. En iedereen wie wij zijn. En daar is mijn foto niet voor nodig. Maar is dat wel zo? Vallen de verkiezingsposters en de billboards wel op? Nee, ik heb ze niet gezien. Nog niet opgelet. Nee. En moet er dan een gezicht op of moet het een tekst zijn waardoor de partij opvalt op de poster? Dus ik denk dat een beetje een leuke kopie is beter. Nou, ik denk dat mensen ook een persoon zoeken bij een partij. Dus ik denk dat toch wel een afbeelding bij moet. Een hoofd, maar ook wel grote letters. Dat wel. En een slogan. Kan ook nooit kwaad. Een poster met een gezicht erop of alleen maar letters? Nou, voor mij denk ik niet zoveel, want ik zie ze sowieso niet, denk ik. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel voor partijen om op te vallen.